Ja, kunnen jullie hier iets zinnigs over zeggen? Of is dat lastig? Nee, daar heb ik geen verstand van. Nee, hè? Wordt lastig. René? Nee, Ajax heeft een geweldige selectie, man. En die worden fluitend kampioen. Maar PSV heeft er ook een prima selectie. Ja, maar nu, wij zitten natuurlijk al een half jaar naar kutwedstrijden te kijken. Hè? Ja, dan komt er het publiek dus niet bij is. Ja, dus nee. Ook omdat die echte leuke wedstrijden tegen elkaar zijn er niet. Kijk, de manier waarop Ajax nu over iedereen heen loopt, dat is bijna. Maar dadelijk gaan we kijken of ze dat ook nog doen. Ja. Stel je voor, ze walsen over AZ heen en over PSV heen en over Feyenoord heen. Ja, dan is het klaar. Maar gaat dat gebeuren, denk jij? Ja. Johan? Ja, ik ben wat minder zeker van mijn zaak. Is niks voor jou? Nee, maar kijk, de nuance is nooit weg in zo'n programma. Nee, iedereen kan maar van alles. Dat is jouw specialiteit, nee, toch? Maar dat stoort me wel eens. Ja. Ajax heeft bijvoorbeeld geen echte goede spits. Nee, dat is waar. PSV heeft de 5. Ik heb in toenemende mate krijg ik het idee dat PSV wel eens verrassing van het jaar kan worden. Want nu Iatare ook weer meedoet, dan hebben ze aanvallend zo ontzettend veel kracht. En ik denk dat uiteindelijk de aanvalskracht van PSV en de creativiteit bij PSV de doorslag gaan geven. Ik hoor jullie niet praten over Vitesse. Marcel van Roosmalen daarentegen, die gelooft er wel in. Ik verwacht nogal wat van het nieuwe jaar. In de januari maand verwacht ik dat Vitesse eigenlijk in gaat lopen op de rest en er eigenlijk overheen gaat. En dan consolideert. En in de laatste thuiswedstrijd van dit jaar ontvangen ze Ajax, waarschijnlijk weer met publiek. Nou, dat winnen ze dan. En dan wordt Vitesse kampioen. Uniek. Het gebeurt niet zo heel vaak dat ik naar het stadion ga. Ik ben wat dat betreft echt een successupporter. Dus op het moment dat ze kampioen kunnen worden, ga ik er heus wel heen. En een paar wedstrijden daarvoor ook wel. Het zou wel typisch Vitesse zijn als dat kampioenschap dan gevierd moet worden in een leeg stadion. Dat past dan wel weer bij de club. Maar ik zou er zelf de voorkeur aan geven dat er wel mensen bij aanwezig zijn. Mijn antwoord op de vraag is ja, er wordt een andere club dan Ajax landskampioen. Ja, het enthousiasme spat er altijd vanaf, hè, bij Marcel, toch? Nee, Vitesse heeft geen schijn van kans. Nee, geen schijn van Vitesse heeft geen kans. Nee. Dus hij ik denk dat alleen AZ heeft ook geen kans en Feyenoord ook niet. Maar PSV vind ik een oprechte kans hebben. Oké, okay. Wordt dit jaar een andere club dan Ajax landskampioen, zeg jij dus? Ja. Ja, dat is groen. Jij zegt nee. Liesbeth heeft ook... Oh, die weten natuurlijk wel een beetje. Nee. Ik hoop dat ik het goed heb. Kijk, ik ben een Feyenoord. Ik hoop dat Feyenoord het wordt, maar... Een medium dat weer partijdig is, dat hebben wij weer natuurlijk. Dat is niet de bedoeling zijn natuurlijk. Ajax. Dus ja, maar dan heb ik het fout. Je hebt het verkeerd, ja. We leggen het spel straks nog één keer uit. Okay. Dan, Ajax gaan we zo verder. Ajax, dus ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.